Patrick heeft een taxibedrijf. Hij rijdt veel voor zorgbedrijven en dagbesteding en dat zijn vaste ritten met vaste prijzen. Dus als hij meer uitgeeft aan een volle tank, verdient hij minder. We gaan natuurlijk wel naar alternatieven kijken. We krijgen toevallig vanmiddag onze eerste volledig elektrische voertuig, de EQV, de Mercedes. En die kunnen we heel breed inzetten op al het vervoer. En die is volledig elektrisch. Dus je gaat wel verder kijken. Jaren geleden waren de prijzen ook hoog. Maar niet zo hoog dat ze boven de 2 euro per liter uitkwamen. Waar komt deze prijsstijging vandaan? Accijns in Nederland. Nederland heeft de hoogste accijns op benzine in Europa. En wordt elk jaar ook nog verhoogd door inflatie. Daarnaast staat de olieprijs nu op dit moment heel erg hoog door de aantrekkende economie. We hebben te maken met de euro die wat laag staat ten opzichte van de dollar en de olie wordt gekocht in dollars. En zo zorgt een opstapeling van redenen ervoor dat de brandstofprijzen stijgen. De hoge prijzen houden de klanten in ieder geval niet weg van de pomp. Wij merken nu eigenlijk wel dat het toch wel weer flink aantrekt. En nu met die hoge prijzen zien we eigenlijk niet dat het nou echt minder wordt. Nee, ik heb er geen last van, want ik denk voor de zaak dus. Eigenlijk, dus ik voel het niet in mijn portemonnee. Je denkt gewoon, want je moet gewoon naar je werk, je moet alles doen. Dus je bent er niet heel erg mee bezig. Ik ben wel benieuwd waar dit naartoe gaat en hoe verder het nog stijgt. Ja. Niemand die de prijzen kan voorspellen, maar Ed denkt dat de grens nog niet bereikt is. Ik moet zeggen dat je in het begin zie je wel een beetje dat die 2 euro eraan komt. En dan zie je ook een beetje dat, want ja, wij krijgen de prijzen, de adviesprijzen door van de maatschappij. En dan zie je ook een beetje, hij komt er langzaam aan. En ik heb nou het gevoel, nou die er eenmaal overheen is, dat het wel makkelijker is om weer wat er bovenop te doen. Dus ik denk eigenlijk nog niet dat het eindbereik is.